Wie gebruikt zijn verstand nog in het Brexit-debat? Goeiedag, dit is DFT vandaag. Bij mij in de studio Martin Visser voor zijn column Visser Vindt. Martin, welkom. We gaan het over de Brexit hebben. De onderhandelingen zijn ongekend moeilijk. Maak jij je grote zorgen? Nou, zeer. Ja, er zijn nog maar 13 maanden te gaan en het gaat echt totaal mis. Emoties lopen enorm hoog op. De inzet aan beide kanten is echt heel erg stevig. En volgens mij is dan een onvermijdelijke uitkomst, precies de uitkomst die niemand wil, namelijk de harde Brexit. Ja, het zijn ook ongekend ingewikkelde onderhandelingen. Dat gaan we uitleggen aan de hand van het Brexit-spel hier op het bord. Doe even een stapje naar achter. Ja. Wat voor scenario zien we hier? Ja, nou, het is een poging om het te versimpelen, om het iets te eenvoudiger te maken. Er zit een wereld achter inderdaad. Ik heb het geleend van het Brusselse denktank Breugel, die aan de hand van de speltheorie een prisoners dilemma heeft geprobeerd om het te versimpelen van wat er nou gebeurt. En links zie je de onderhandelingsinzet van de Europese Unie. Die kan hard inzetten of zacht, mild. En bovenin van de Britten. En wat je natuurlijk ziet, is dat beide partijen een gewenste uitkomst hebben. De Europese Unie heeft als gewenste uitkomst dat de Britten onderdeel worden van de Europese economische ruimte. Dan ben je echt heel dicht en innig tegen de Europese Unie aan. Net als Noorwegen, IJsland, Liechtenstein. Ja, dat betekent eigenlijk, je bent helemaal onderdeel van de interne markt, maar je hebt niks meer mede te beslissen in Brussel. Willen de Britten dus absoluut niet, die willen beslissen. De uitkomst die de Britten graag willen, is een gewoon handelsverdrag, zoals we met Canada hebben gesloten. Plusje erbij, ze willen ook iets apart voor de banken regelen. Maar dat kan je alleen maar bereiken als je er fors ingaat en als de tegenpartij mild en zacht is. Ja. Maar wat gebeurt er nu als je er allebei vol ingaat, zoals nu gebeurt? Ja, dan kom je op de slechtste uitkomst uit, rechts onderin. En dat is de harde Brexit. En daar lijkt het wel naartoe te gaan. Martin, ik heb altijd geleerd, als er twee partijen vechten, hebben er ook twee partijen schuld. Waar zit het hem nou precies in? Nou, misschien wel in die manier van denken. Je ziet heel erg aan beide kampen dat op die manier gedacht wordt. De Britten tegen de EU zeggen, nou ja, jullie hebben er belang bij dat wij goede handel met jullie hebben, want jullie prijs is het hoogst. Andersom zeggen de Europeanen, nee, jullie betalen straks de hoogste prijs. Dus heel erg dat wij zij denken. Europa die zegt, maar jullie hebben er een zootje van gemaakt en vice versa. En daar gaat het dus mis. En wat je natuurlijk in deze spelopzetting ziet, is als je nou allebei bereid bent om er mild in te gaan, als je allebei bereid bent om je te verplaatsen in de ander en na te denken over de situatie na de Brexit, wat zouden we met elkaar het liefst hebben, dan zou je op de optimale uitkomst uit kunnen komen. Maar goed, hier is het dan Europese economische ruimte min genoemd. Dat lijkt op de situatie voor Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Behalve dan bijvoorbeeld geen vrij verkeer van personen meer. Ja. Dat willen de Britten niet. Die willen geen Polen en Roemenen meer in hun land. Het kan ook een andere vorm zijn. Maar het begint ermee om mild in te zetten en rekening te houden met elkaar. Ja, ik ga nu even partijdig zijn. Want ik ben Europeaan, ik ben een achterblijver. Jij bent dat ook. Ik denk dan, Britten, jullie willen eruit. Komen jullie dan maar met de scenario's? En dan kijken wij wel of we dat wel of niet goedkeuren. Ik bedoel, het is ook niet dat ze heel veel overeenstemming hebben daar in het Verenigd Koninkrijk op dit moment. Nee, dat is inderdaad absoluut waar. Dat maakt het ook wel heel moeilijk onderhandelen voor Michel Barnier, die namens de EU die onderhandelingen doet. Een oud-eurocommissaris uit Frankrijk. Je ziet dus aan de kant van de Britten dat er eigenlijk geen scenario klaar lag. Direct na het referendum bleek dat meteen al. Ze weten niet zo goed wat ze willen. Theresa May, de premier, is vaak nogal vaag. Ja, dat mag allemaal wel zo wezen, maar dat is toch weer een dat wij zij gedacht. Ja. Volgens mij is zo de gedachte, zou de gedachte moeten zijn, die Brexit is eenmaal een feit. De Britten hebben besloten, hebben beslist per referendum. De Europeanen vinden dat misschien jammer, vinden dat misschien heel erg. Maar er is nu eenmaal besloten. En denk dan na, hoe wil je in de toekomst dan met elkaar omgaan? En wil je echt zo met elkaar omgaan alsof de Britten Canada zijn? Ja. Of Japan of Korea? We hebben zelfs met Oekraïne en met Turkije een betere relatie dan in dat hokje. Ja. Dus het is in niemands belang. Het is een buurland met een heel intensieve handel. Ja. Dus je moet uit dat denken stappen. Ja, het is op zich ook wel te begrijpen, hè, dat je een beetje hard bent als Europa, want je wil uiteindelijk niet dat er meer landen uitgaan. Nee. Maar we zagen deze week een heel klein beetje beweging in de Jeremy Corbyn, de leider van Labour, zei van nou, ik wil wel een douane-Unie. Dat is toch in ieder geval iets? Zeker, dat is absoluut iets. En dat komt in de buurt van dit denken. Het is niet precies dit model, maar dat doet er niet zoveel toe. Het is wel een poging om in ieder geval het debat wat te verzachten, om een stapje naar Europa toe te doen. Het is de vraag,
Ja, of dat ook, ja, of dat opgepikt wordt door de Brexiteers. Maar het is wel een poging. Je ziet ook oud-premiers in het Verenigd Koninkrijk zich ook roeren. Tony Blair, onder andere. Ja, Tony Blair onder andere. En die roeren zich. Major heeft het gedaan deze week. Ja, en die proberen toch ook een beetje de Britten ervoor klaar te stomen. Dat je ook een beetje moet toegeven. Net zoals de Europeanen dat ook zullen moeten doen. Ja, Theresa May is nu de baas daar van de Tories. Heeft een beetje hulp van een protestantse partij uit Noord-Ierland. Zij gaat morgen een belangrijke speech geven. Ze heeft al een aantal speeches gegeven. Wat verwacht jij daarvan? Nou, eerlijk gezegd niet zo heel erg veel. Ik hoop ook wel dat ze duidelijker gaat worden en misschien ook een verzoenende toon kan aanspreken. En dat ze ook in staat zal zijn om haar eigen achterban daarin mee te krijgen. Tot nu toe steeds gebleken dat die speeches erg tegenvielen. Ja, het slechtste wat kan gebeuren in deze week met zoveel ophef, dat het alleen nog maar erger wordt. Je ziet deze week ook dat het helemaal weer misgaat rondom de positie van Ierland bijvoorbeeld. Het is zo ingewikkeld. Ja. Dus de enige uitkomst is toegeeflijk naar elkaar te zijn. Ja. En niet dat wij zij denken. En niet denken vanuit Europa, zij moeten gestraft worden, want ze willen er per se uit. En niet vanuit de Britten alleen maar het anti-Europese sentiment aanjagen. Dat is absoluut in niemands belang. Hey, tot slot. Morgen die speech van mee. Maar denk jij dat er nog verkiezingen gaan komen of een referendum? Want het lijkt erop dat de geesten daar in het Verenigd Koninkrijk langzaam voor rijp worden gemaakt. Ja, je hoort er steeds wel. Dat komt natuurlijk wel vooral bij politici vandaan die dan verwachten dat in een tweede referendum de Britten zullen terugkeren op hun schreden. Ik betwijfel of het referendum daar komt. En ik betwijfel ook of dat dan die gewenste uitkomst zou hebben. Want het lastige hierin is toch die ongewenste uitkomst van die harde Brexit, waarin we niks met elkaar regelen, waarin we elkaar keihard laten vallen. Daarvan, de repercussies daarvan zullen we pas merken als het zover is. En dan is het dus te laat. Ja, en uiteindelijk moeten we dus hierop gaan uitkomen. Hoor. Daarop gaan uitkomen. Ja. Dankjewel. Graag. En tot zover deze video van DFT vandaag.